De Groninger Bodembeweging is verontwaardigd over de uitspraken die NAM-directeur Johan Atema gisteren deed in het NRC. Atema stelt dat de versterkingsoperatie niet meer nodig is en kan worden stopgezet, omdat het aardbevingsgebied nu veilig genoeg zou zijn. Daarnaast wil hij niet meer meebetalen. Die uitspraken maken Koert Vossen van de Groninger Bodembeweging vooral verdrietig. Zo van, nou, daar gaan we weer. Het was een aantal jaren stil. De Rijk had de schade en de versterking op zich genomen. Tuurlijk, daar loopt niet alles soepel, maar het ging beter dan voor die tijd. En de NAM die was uit beeld verdwenen, althans voor de Groningers. Kijk, in het echt, en dat merk je nu met dit soort zaken, aan de achterdeur, zoals Wiebes dat ooit genoemd heeft, waar het Rijk met de NAM afrekent, aan de achterdeur wordt echt nog wel gevochten. En momenteel is dat gevecht heftig. Want anders waren dit soort uitspraken niet in de krant gekomen. Dat is eigenlijk onze inschatting. Dat de Johan Atema, de directeur van de NAM, dit zegt, dat verbaast ons niet. De NAM zegt het natuurlijk al heel lang. Vroeger de schadehandeling was het ook allemaal te duur en te veel. Wat ons eigenlijk vooral verbaast is dat een krant als het NRC dat gewoon kritiekloos overneemt. En daarmee die directeur een groot podium geeft zonder tegenspraak, zonder fact-checking ook. Want een aantal dingen die hij zegt zijn gewoon onjuist. Bijvoorbeeld dat de regio nu veilig is. Hij zegt van modellen laten zien dat er nog maar 50 huizen versterkt moeten worden. En de regio is net zo veilig als Friesland of Zeeland. Nou, dat is natuurlijk een absurde vergelijking, want daar heb je geen aardbevingsproblematiek zoals hier. Uiteraard, de risico's zullen afnemen als de aardbevingen minder worden. Daar is iedereen het over eens. Alleen weet niemand hoe snel dat gaat, hoe lang dat nog gaat duren. En wat moeten de mensen dan die in een zwakke woning wonen en misschien nog 1, 2, 5, 10 jaar risico lopen? Hoeveel invloed de uitspraken van de NAM-topman hebben op de versterkingsoperatie durft Vossen niet te zeggen. Afgelopen najaar zijn er afspraken gemaakt. Bestuursakkoord tussen het Rijk en de regio. Daarin is vastgelegd wat er de komende jaren gaat gebeuren. Of daar nog iets aan gaat veranderen, dat lijkt me op korte termijn moeilijk. Maar ja, je weet, als het eenmaal gaat schuiven, dan is niks onmogelijk in dit hele dossier. Dus ik hou mijn hart wel vast. Eigenlijk moet de NAM doen wat er in 2 jaar geleden gezegd is. Ze houden zich buiten het schadeproces. Er zijn afspraken gemaakt met de regio. Tussen de Rijk en NAM zullen ook afspraken zijn. Ze moeten zich daaraan houden. Het is afwachten, maar ik weet zeker dat hier in de regio er een hoop woede komt als de huidige afspraken gebroken worden.